Hi. In ieder geval een stap. Hey, Natas, goed doen nou, hè? Ja. Nou, Jezus. Concentreer, stap 1. Concentreer, je moet kijken naar het obstakel en het remmen. Meer niet. Gas, los. Rechtuit, remmen. Remmen, los. Kiezen. Daarnaast kijken naar achter. Naar achteren, verder, koppeling in, verder kijken, want waar is je punt, waar is je punt? Ja. En remmen, heel goed, want de tweede slip was je kwijt, hè? Rij maar door. Je moet niet hoofdzakelijk naar het punt kijken, maar constant, hè? Ja. Met uitzondering natuurlijk constant. Van het, met uitzondering van het moment van uitwijken, want dan zie je dat punt nog niet, dan moet je heel even naast het obstakel kijken. Maar vanaf het moment dat je bent gaan uitwijken, tot het moment dat je recht rolt en gaat remmen, moet je aan hetzelfde punt blijven. Gaat u goed? Deze nog niet op YouTube. Dat staat er nog niet door. Yeah, come on baby. Film die, hè Bob? Ja, dan kunnen we het verschil zien. Zoek het verschil. Zoals je ziet, dat is een perfecte uitwijking. Misschien weer te vroeg uitwijken, vol over het obstakel heen. Ja, en toch zit het niet meer rond. Ze op de baan nu, ja, niet rond. Wel heel lang op de baan, maar deze week. Concentreer, stap 1. Kijken en remmen. Meer niet. Los. Beginnen. Los, rechts en naast. Naar voren. Naar voren, verder naar voren. Joh. Veel verder. Je weet al waar het ding is. Je weet al waar het ding staat. Laten we het erop houden. Rij maar door. Dat ik jou op het laatste moment aangeef waar je naartoe gaat. Of dat je mag kiezen. Dat weet je van tevoren. Want jij hebt nu in het begin al voor links gekozen. Met als gevolg dat je dus op het eerste stuk van die oefening niet goed genoeg geconcentreerd was. En dus dat ze op het laatste moment aangeven waar je naartoe mag, dat doe ik niet om te pesten. Dat doe ik zodat je echt wel die volgorde erin moet houden. Ja, ja precies. En want hier was je nu niet bezig met het kijken en het remmen, maar met de kant waar je naartoe wilde. En het kijken en remmen, daar was je pas mee bezig toen je uiteindelijk die baan op ging. Ja, dan ben je al wat te laat, hè. En dus straks weer tijdig de rem los en dan hoor je wel of je mag kiezen of welke kant je op mag. En dan ga je eerst kijken en dan uitwijken. Heerlijk. Stap 1. Kijken en remmen. Gas los. Remmen. Los. Links. Ernaast. Waar moet de voorkant heen? Waar moet die voorkant heen? Kom op, kijken. Niet zomaar wat doen. Kijken. Weg met die voet. Kijken en remmen. Kom op, hè. Blijf het niet tegen je zeggen dat je geen gas mag geven. Kijken en sturen was nu helemaal goed. Alleen, nogmaals, jammer dat je tussendoor nu weer even gas gaf. En dus nog beter geconcentreerd zijn. Niet 90, maar 100%.